lieve avond. Stil even kijken. Oei. Ah, oké, het werkt. Heb ik gezien. Hallo. Eens kijken hoe laat het is, hè. Horen jullie mij eigenlijk? Of kan iemand even zeggen of dat hij me hoort? Ik hoor... Ik weet het. Oké, hoort iedereen mij? Hallo. Hallo Charlotte. Hallo Tatjana. Oei. Ja, dat is niet de bedoeling. Excuseer. Oké, wat duidelijk is... Dit is een beetje nieuw voor mij. Ja, oké. Ik denk dat het... Oké, ja. Mijn naam is Dana. Niet iedereen gaat me kennen ondertussen, maar sommigen wel. Maar ik werk recent voor Sopperso. Ja, het geluid is afgezet, sorry. Voor Sopperso en voor I Am Clean. Hey, Laurie. Hey, Laurie. En wat ik eigenlijk doe, dat zijn... wat ik verzorg, dat zijn de opleidingen voor I Am Clean en voor Sopperso. Dus ik geef aan de apotheken opleidingen. En ik geef nu ook voor I Am Clean bij de schoonheidsspecialistes opleidingen. En er zijn ook wel een paar fashionwinkels die meedoen. Dus dat is eigenlijk ook wel super leuk om daar opleidingen te geven. Dus wat ik nu vandaag wil laten zien... dat is... Ja, eerst en vooral misschien I Am Clean. Jullie hebben de producten nog niet gezien. Of sommigen nog niet. Dus misschien is het wel leuk dat jullie eens zien hoe dat de doosjes eruit zien. Dus dan ga ik even... Het is heel, heel mooi. Het is mat goud. Er staat I Am Clean op. En dan ook nog zo wat blaadjes. Dat je eigenlijk... Heel, het komt echt luxueus over, dus eigenlijk is dat wel super leuk. Maar wat ik nu vandaag wil laten zien, hoe de tafel bubbert, dat is een makkelijke make-up. Want 's morgens heb ik zelf niet zoveel tijd. Ik heb een zoontje van anderhalf, die heel vroeg wakker is. Waardoor dat ik misschien een 5 à 10 minuten heb om mijn make-up te doen 's morgens. Het is niet makkelijk, maar ik ga het laten zien. Het is wel een heel stappenplan wat ik doe. Ik doe dat echt kei snel. Wat ik ook heel belangrijk vind, dat zijn mijn ogen. Nu met de mondkapjes is het nog veel belangrijker om de ogen te accentueren. Dus daar probeer ik vooral op in te spelen. En dan mijn lippen doe ik eigenlijk niet meer. Maar ik ga dat nu vandaag wel doen met I Am Clean natuurlijk. Ik begin altijd met de oogprimer. Dat is een product dat eigenlijk wel onderschat wordt. Dus deze. Ik ga het even laten zien. Waarom focust die niet? Ja. Nee. Ja. In ieder geval, het is een product. Het is een verzorgend product dat je onder je ogen kunt aanbrengen en boven je ogen. Waardoor dat je make-up veel langer blijft. Onder uw ogen is eigenlijk om dat uw concealer geen lijntjes gaat accentueren. Wacht even, hè. Ja. Uw concealer gaat geen lijntjes accentueren. Dus is het belangrijk dat je dat onder de ogen ook aanbrengt. Dat doe ik met de concealerbrush. Dus ik doe dat altijd een klein beetje op mijn handen. En dan smeer ik dat heel mooi uit. Onder de ogen... En natuurlijk ook boven de ogen, dus op de oogleden, zodat de oogschaduws goed blijven zitten. De meesten kennen die waarschijnlijk al. Hè. Er zit ook hyaluron in. Ja, dat is verzorgend. Dus wel een heel belangrijke. De basis is belangrijk. Sommige mensen onderschatten dat, maar dat is echt wel belangrijk. Nu zet ik die vast met... De Loose Mineral Concealer. In de kleur beige. Dus eigenlijk een neutrale kleur.
We hebben die ook in het groen. Dat is meer om roodheden te camoufleren. Ik gebruik dat eigenlijk vooral om mijn eye primer vast te zetten. Zo. Ja, Clean heeft ook zijn eigen borstels. Die zijn super mooi. Ik zal ze even laten zien. Allemaal vegan haartjes. Dat is misschien ook wel een leuke. En het is zo van dat paars. Ik weet niet of je het ziet. Het makkelijke daaraan is dat er voor elke stap dat je een borstel gebruikt, staat de benaming er altijd heel mooi op. Dus bijvoorbeeld hier, dat is voor de powder. Dan hebben we de concealer brush. We hebben voor de ogen wat borstels. Dus uiteindelijk is het heel, heel makkelijk dat je altijd ziet voor wat elke borstel gebruikt wordt. Dus de kleurtjes zijn toch mooi, hè? Allee, ik vind ze super. Waar was ik nu? Ik ga heel even verder met mijn Loose Mineral Concealer in beige. Dus ik zet dat altijd heel, heel mooi aan. Hier. Hier. Ja. Ik begin eigenlijk met de ogen. Niet iedereen doet dat, dat weet ik. Sommigen die beginnen met heel hun gezicht. Maar ik vind het altijd leuker om mijn ogen eerst te doen. Dat is een gewoonte geworden. Soms valt mijn oogschaduw toch nog een beetje en dan moet ik dat weer afdoen. En dan, dat is weer een stap te ver. Dat wil ik niet. Ik ga nu de... Wacht, ik ga eens heel even kijken qua kleurtjes. Ik ga bijvoorbeeld... Wacht, ik ga ze al even laten zien. Dit is de Loose Mineral Eyeshadow. Dat zijn de potjes daarvan. Superleuk. Er zit al een vlekje op. Voilà. Nu niet meer. En deze ga ik op heel mijn ooglid, op het bewegend ooglid, aanbrengen. Ik vind dat wel moeilijk, precies met een spiegel. Ja. Ik ga dat hier. Ik hoop dat jullie het allemaal heel goed zien. Maar het is eigenlijk belangrijk dat je dat... Ja, de potjes vind ik super mooi. Ja. Kijk. Tada. Het is echt wel... Jullie gaan dat binnenkort ook wel zien in de schoonheidssalons. Daar is een stand. Waar dat heel de collectie van I Am Clean in staat. En dat is gewoon super mooi. Ja, echt een eyecatcher. Dus. Of heeft iemand het al gezien ergens? Dit is koper. Dit is het kleurtje koper. Ik zal het even swatchen misschien. Dat je het ziet. Ik weet niet of je het. Wacht, laat me even er iets meer uithalen. Dus, dit is de kleur koper. En die ga ik volledig op mijn, ja, op mijn bewegend ooglid aanbrengen. Ja, die is echt wel mooi. Ik vind het ook. En ja, kijk hoe dat pigmenteert, hè. Ik moet ze nog niet eens nat maken. Het is gewoon trekken. Ja, trek goed hè. Oké, dan ga ik met dezelfde borstel, de Eye Flat, het donkerder kleurtje aan de buitenkanten aanzetten. Dus ik heb het graag toch zo iets meer smoky. Soms doe ik ook wel één kleurtje, maar niet zo vaak. Ja, ik ga echt all the way. Ja, half. Dan zet ik dat donker kleurtje hier aan. Altijd met deppende bewegingen, dat vind ik het makkelijkste. Donker kleurtje, ik ben er vergeten te zeggen, sorry. Dat is de Perfect Storm, wat ik hier nu gebruik. Dat is ook wel een heel schoon. Ik ga dat ook heel even swatchen langs dat koper. En dat is dit. Dus dat is ook wel, ja, het is wel echt een schoon kleurtje. Voilà.
Ik zet dat altijd aan de buitenkanten. Nu lijkt dat nog zo'n vlek, maar binnen enkele seconden ga ik dat blenden. Dus hier doe ik dat ook altijd. Ja, moet ook niet perfect zijn, hè? Daarna ga je dat toch blenden. En dan zet je dat op zijn plaats. Dus eigenlijk, je moet gewoon zorgen dat je niet te hoog gaat. Dat vind ik, anders ga je echt een vlek creëren. Nee, ik doe altijd een klein beetje in het dekseltje. En dan met de borstel erin. En dan kan ik zo alles aanzetten. Voilà. Yes. Mag wel. Allee. Ik ga er altijd nog eens even over. Ik moet wel zeggen, 's morgens kan ik er echt zo heel snel doorgaan. Nu lukt me dat precies niet echt. Maar nu ben ik mijn blender aan het zoeken. Voilà. Dit is de blender. Dat kun je altijd herkennen aan de langere haartjes. Dus dat is heel makkelijk om kleurtjes in elkaar te blenden. Dus ik doe dat hier zo. Waar dat het koper dan met de perfect storm in contact komt. Of hoe zeg je dat? En dan aan de buitenkanten. Dus heel mooi overgaan. Blenden. Hè. Voilà. Dat is al veel beter. En je kunt dan nog altijd een klein beetje meer aanzetten aan de buitenkanten. Welke kleur is dit? Ah. Dus ik heb koper gebruikt op heel het ooglid. En perfect storm aan de buitenkant. Ja. Dank u, Laurie. Dus voilà. Ik ga het heel even zien. Een klein beetje extra. Mag altijd. En dan ga ik daar nog eens over. Ja. Ja, je ziet wel het verschil, denk ik. Ik weet niet of je dat zo echt ziet op camera, maar ik zie het. Dus dat is misschien het belangrijkste. Hup. Ja, deze borstel is echt zalig. Wat leuk is bij I Am Clean, qua borstels, dat is echt alles wat je nodig hebt. Er zijn niet zoveel borstels, maar meer heb je ook niet nodig. Dus je hebt echt wel zo, voor alles wat je doet in je gezicht, heb je een borstel. En meer niet. Dus, ja, dat zijn wel warme kleurtjes, dus... ik vind die wel mooi. Zo. Aan de binnenkanten ga ik dan diamonds zetten. Ik ga eens zien of ik die hier... Ah ja. Hier heb. Dus diamond, dat is een wit kleurtje. Maar ik wil gewoon een klein beetje contrast. Er is ook een gold, bijvoorbeeld een goud tintje. Gold rush. Dat kun je ook hier zetten. Maar dat leunt voor mij iets te fel aan... Dat koper, want dat zijn warme kleuren. En ik wil zo iets feller aan de binnenkant. Ik kan misschien beide eens laten zien. Maar ik vind dat wel... Allee. Het moet niet altijd warm en koud zijn qua tinten. Je kunt het een beetje... Ja. Je kunt een beetje van alles doen. Ga los. Wacht, hè. Voilà. Zo. Dus ik weet niet of jullie het zien, maar hier zit een lichter tintje in. Ik vind die echt super, super. De laatste dagen heb ik echt constant deze in het binnenhoekje van mijn ogen. Zo. Oeh. Eigenlijk van verre. Zo is dat mooier. Als ik dichterbij kom, dan zie je te veel. Ja. Is er een verschil qua haar tussen de borstels? Van twee. Wel, dit zijn eigenlijk allemaal vegan haren. Ze zijn super zacht. En van Saw Pour Saw zijn de borstels nog niet vegan. Dus dat is eigenlijk het verschil. En het zijn ook andere vormen.
map. Ja. Voilà. Zo, ik ga dat nog eens heel even over met mijn blender. Dus ik ga dat schoon nog eens over. Ja, zo. Dan kan ik eigenlijk al beginnen met... ik ga eerst een potloodje doen. Boven mijn ogen, dat vind ik toch ook altijd... Ik doe dat niet altijd, maar... Vandaag wel. Het is niet dat ik nog weg ga, maar... Waarom niet? Het makkelijke is... Kijk, ik doe dat in een paar streepjes. Ja. En dan hebben we een heel fijn borsteltje waar ik dat een klein beetje mee kan blenden. Dan deze hier. Die is heel goed voor de wenkbrauwen, maar ook voor een eyeliner te zetten. Maar ik doe altijd zo met mijn potloodje, zet ik dat een beetje aan en dan blend ik dat een klein beetje met mijn eye brush. Nee, dat is de, dat staat er ook op. Dat is echt speciaal voor de eyeliner gemaakt of voor de wenkbrauwen. Ik gebruik die ook vaak voor onder mijn ogen, een klein beetje schaduw aan te brengen. Maar dat zal ik zelfs even laten zien. Buiten dat, let niet op mijn stem. Ik ben nog altijd een klein beetje hees. Ik ben verkouden geweest, ik heb geen corona gehad, maar... ja. Het is toch... Ja, geen fijne periode, ook niet om verkouden te zijn, want iedereen denkt dan dat je corona hebt. Dat is echt heel, heel vervelend. Voilà. Dus ik heb beide kanten een beetje aangezet met het potloodje. Dit potloodje hebben we in 4 kleuren. Wat ook een hele leuke is, dat is het beige kleurtje. Dus we hebben het zwarte. We hebben groen. We hebben taupe. Oh, ik heb hier... Ja, taupe. En we hebben een beige kleurtje voor onder uw ogen. Dus dat is eigenlijk zo'n lichter kleurtje. Niet wit, want dat is echt not on, vind ik. Maar beige is wel echt heel mooi om onder uw ogen aan te brengen. Dan gaat uw ogen ook vergroten, dus dat is eigenlijk wel leuk. Ik ga nu verder met mijn wenkbrauwen. Oh. Nee, ik ga wachten met mijn wenkbrauwen. Ik doe die niet altijd, soms. Hangt er vanaf hoeveel tijd ik heb. Meestal is mijn zoontje aan het rondlopen met mijn borstels terwijl ik mijn make-up doe. Dus dan heb ik niet veel tijd. Wat ik nu ga doen, is mijn kabuki. Daar ga ik mijn primer ook mee aanbrengen. Dus ik ga dat helemaal... Dus ik ben nu de gezichtsprimer aan het aanbrengen. Dat is in dit potje. Dat vind ik ook een heel belangrijke. Eigenlijk de basis is altijd belangrijk. Dat uw make-up gewoon veel langer blijft. Dat dat niet in uw gezicht wegsmelt. Wat vaak gebeurt. Dus als je dat gebruikt als basis, gaat dat veel minder zijn. Plus, dat gaat fijne lijntjes camoufleren of vullen. En de poriën worden ook een beetje gevuld. Dus ja, dat mag wel. nu ga ik voor de... Ik ben aan het denken. Ik ga een loose mineral foundation gebruiken. We hebben ook een liquid. Dat iets vloeibaarder. Minder dekkend is. Maar echt wel een heel mooie glow geeft. We hebben ook een compacte foundation. Dus, en die is dekkender en ook matter. Maar deze, dat is de bekende Loose Mineral Foundation. Die gewoon super goed is. We hebben 2 ondertonen. De roze ondertoon of de gele ondertoon. De gele ondertoon, dat noemt dan peach. Want yellow is misschien een beetje raar qua benaming. Maar ik gebruik nu de Peach. Dus Peach Pretty Peach 2. Ik vind die super. Dat geeft een heel mooie dekking. Dat geeft ook een heel mooie gloed.
Daar zitten mica-deeltjes in die, ja, waar, die je gaat breken met je kabuki. Dus eigenlijk als iemand de foundation Loose Mineral koopt, moet je de kabuki erbij nemen. Hè? Dat zijn twee producten die gewoon samen moeten. Omdat je... Kijk, ik ga het weer in mijn dekseltje doen. Ik ga de kabuki mooi in dat dekseltje draaien. En dan ga ik met draaiende bewegingen over heel mijn gezicht. En je ziet het al, hè. Dat is nu echt... En ja, jullie weten dat waarschijnlijk, maar die is super zacht. Dat ik kan blijven gaan. En wat je met deze borstel moet doen, dat is duwen en draaien. Jullie kennen het verhaal waarschijnlijk. Maar je gaat dan echt die mica-deeltjes breken. Waardoor dat je een heel mooie gloed gaat krijgen. Ik vind die geweldig. Ja, kabuki plus loose. Ik moet de vragen nog beantwoorden. Hè. Wacht, de liquid foundation. Ja. Ik ben wel blij dat er ook collega's van mij in zitten die ook wel vragen kunnen beantwoorden. Als je de 3.0 gebruikt, dan mogen je de 2 pink gebruiken van I Am Clean. Dus dat is toch de vraag, denk ik. Hè? Ja. Ja. Oké. Okay. Je kunt nog altijd eens een extra laagje doen. Ja, ik ga dat doen. Klein beetje nog. Maar vooral uur in het midden. Voilà. Zo. Oké. Okay. Dan ga ik met de... Want eigenlijk wordt deze onderschat. De Loose Mineral Concealer. Ik vind, we hebben ook een stick concealer. Ik ga die even tonen als ik die... Ah, hier. Dus we hebben een stick concealer die ook super dekkend is. Echt super goed. Maar ik ga nu vandaag de Loose Mineral Concealer nog eens tonen. Omdat ik die zelf misschien ook een klein beetje onderschatte. En dan vandaag heb ik die nog eens bij iemand gebruikt. En ik dacht echt van wauw. Dat werkt echt wel goed hoor. Dus ik doe weer in mijn dekseltje een beetje van een Loose Mineral Concealer. Ik pak mijn concealer brush en ik maak een mooie, ja, een soort van driehoek onder mijn ogen. En altijd deppend bewegen. Dan gaat je de meeste dekking krijgen. Dus ja, ik zie dat al. Kijk wat een verschil met deze kant. Ja. Dat vind ik echt wel goed. Dus altijd nooit te veel wrijven over. Oh, dat was in mijn oog. Ja, nooit te veel wrijven, maar echt altijd mooi deppen met concealers. Zo. Dan ga ik er nog eens over. Voilà. En dan ga ik kiezen voor een blush. Mascara heb ik ook nog niet gedaan. Dat ga ik zelf eens ook nog doen. Maar mijn blush... het is eigenlijk... Het verhaal is heel makkelijk bij I Am Clean. Je hebt je foundation, je Loose Mineral Foundation. Deze noemt Pretty Peach 2. Je kunt dan ook kiezen voor de Pretty Peach Blush 2. Nummer 2. Ze hebben eigenlijk altijd zo dezelfde naam. Dus je hebt ook Peach 1. En dan heb je ook wat blush Peach 1. Dus het is heel makkelijk om altijd de perfecte match te vinden qua blush en foundation. Dus ik zal deze eens even laten zien.
We hebben dus de blush brush. Ook staat er altijd op. En dan ga ik hier. Nooit, alleen voor mij vooral, omdat ik redelijk dikke wangen heb, ga ik nooit te dicht bij mijn neus. Ik ga altijd vooral aan de buitenkanten werken. Ja. Maar eigenlijk met een blush gaat je je gezicht een beetje meer warmte geven. Dus dan krijg je zo, ja, ziet je er een beetje gezonder uit. Zeker als ik de peach gebruik qua foundation, ga ik mijn gezicht een beetje moeten opwarmen met een blush. Ja, die blush is echt wel super. Er zit ook echt wel een glow in. Oh, mijn haar. Ja. Dus, die is echt wel super. Ja, dan ga ik de mascara doen. We hebben twee mascara's, een zwarte en een bruine. Persoonlijk heb ik zelf liever de zwarte mascara, maar voor mensen die iets natuurlijker willen werken, is de bruine mascara ook echt super mooi. Het is echt zo donkerbruin, dus het is niet ja, te licht of zo. Het is precies wel moeilijk om mascara met je mond dicht aan te brengen. Ja. Ja. Maar ja, mascara doet het wel, hè. Ik vind het altijd... Eigenlijk mascara... Als je alleen mascara hebt... ja... Vind ik het ook wel mooi. Ja. Wat ik nu ook nog ga doen. Hè, dat is het van onder ook een klein beetje aanzetten. Met de kleur die ik hier van boven heb gebruikt. Dus ik heb de Perfect Storm hier aan de buitenkant gebruikt. Dat is de donkerste kleur. En dan ga ik dat mooi hier aan de onderkant. Ook aanbrengen. Dat dat gewoon mooi overeenkomt. Dus dat wil ik ook wel. Zo. Dus ik heb de Perfect Storm hier aan de buitenkanten gezet. Je kunt er nog altijd een klein beetje blenden met uw blender. Ja. Gewoon wat erover gaan. Ik ga hier nog eens zo over. En dan kunt je kiezen voor mascara van onder. Of misschien een potloodje. Misschien ga ik het wel doen. Ik ga de taupe. Dus we hebben een dark taupe. Qua potlood, dat is deze. Die ga ik van onder aanbrengen. Zwart vind ik vaak te hard. Kan wel wanneer we terug kunnen uitgaan of zo op café of zo. Maar nu op het moment niet. Nee, maar voor een dagelijkse make-up vind ik de dark taupe echt wel heel mooi voor onder aan de ogen. Zo. Voilà. En dan nog een klein beetje mascara van onder. Dat vind ik toch ook altijd... niet iedereen is er fan van, dat weet ik. Maar ik heb toch ook altijd... een klein beetje... mascara van onder. Dus. Nee. Ja. Dus eigenlijk voor mij, ik vind de ogen echt het belangrijkste.
Nu met de mondkapjes nog meer, dus ik accentueer ze ook altijd wel. Ah ja, mijn wenkbrauwen moet ik misschien ook nog even doen. Daar heb ik een donker potloodje voor. Ik heb zo'n paar gaatjes waar ik echt heel, ja, toch een klein beetje moet camoufleren. Dus die vul ik dan gewoon even. Voilà. Zo. Yay! Nog één ding. Nog één ding. Lippenstift, dat doe ik nu zelf niet vaak op. Maar ik vind wel de lipgloss super leuk. Ik was hem aan het zoeken. Deze is ook een verzorgende lipgloss. En ja, dat geeft nu iets meer, zodat, dan heb je een affe look. Of hoe zeg je dat? Een complete look, dat is het. Dus uiteindelijk nog een klein beetje lipgloss. En ik ben klaar om ergens naartoe te gaan. Maar ik heb niks te doen. Hebben jullie nog vragen? Wacht, ik ga eens heel even kijken. Er gaat een klantenkaartje komen. We zijn ermee bezig, dus binnenkort komen er ook klantenkaartjes. Als jullie al aankopen doen, kun je misschien best het ticketje bijhouden. Voor als de klantenkaartjes er zijn, dan kun je daar mooi op zetten. Op laten zetten. Wacht, ik kan zien. Verkooppunten staan op de site. Kijk alsjeblieft echt eens op de site. Het is ook wel een hele leuke, als je op de site komt, kun je een quiz doen. En dan kun je direct zien aan welk type van ambassadrice je wordt gelinkt. Er zijn verschillende soorten. Bijvoorbeeld natural, dan heb je wild, epic. Er zijn verschillende soorten. Dus ga echt eens kijken op de site. En dan zie je ook direct de verkooppunten. Zijn er nog? Wacht, ik heb het heel even zien. Heel mooi. Wacht, hè. Lang. Ja, de lipgloss is super. De lippenstiften ook, maar ik ben nu meer lipgloss fan, hè. De highlighter. Ik heb het nog heel even laten zien. We hebben twee highlighters. We hebben een goudkleurige highlighter. En een meer bronsachtige of koperachtige highlighter. Ik vind deze super als je die mengt met je blush. Dus ik ga het even laten zien. Ik ga gewoon mijn blush brush gebruiken. Ik doe een klein beetje aan mijn dekseltje. En ik ga dat aan de ene kant bijvoorbeeld met deze, met de donkerdere. Sunset noemt die, dacht ik. Nu moet ik heel even kijken. Sunset. Dus ik ga dat hier. Het is al te fel. Oké. Eigenlijk vergeet niet dat je een heel klein beetje daarvan moet gebruiken. En dat is heel mooi op je blush. Dat geeft zo'n heel mooie warme gloed. Dan heb je ook de gold. Die zal ik ook even aan de andere kant laten zien. Wacht hè. Ik ga dat met deze even doen. Dat je gewoon een idee krijgt. Ik heb dat niet de goede. Dus dit is de gold. Ook super mooi. Je ziet dat als je zo draait. Vind ik ook echt super mooi. Dus dit is eigenlijk gewoon warmer. Heel mooi op je blush. Dit is echt voor iedereen goed. Ja. Zijn er nog vragen? Misschien. Ja. Nee, ik denk dat ik. Dat ik alles heb beantwoord. Mijn collega's hebben ook heel veel beantwoord. Hè, dus dank u wel. Merci. Oké. Dan ben ik rond. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En kijk zeker donderdag terug. Want we gaan nu met I Am Clean 2 keer per week
online. Dus de volgende, ja, deze donderdag komt er terug iemand een look laten zien. En dan zie je ook nog wat meer kleurtjes. Dus ja. Oké, super. Dankjewel allemaal. Bye bye.